Nou, ik ben vandaag met Barbara naar Hoofddorp geweest om te shoppen. Dus ik ga even een shoplog houden. Nou, ik ben dus eerst met Barbara naar de Bruna geweest. Daar heb ik Cosmo Girl Beachbook gekocht. Ja, sommige mensen vinden het misschien heel kinderachtig. Ja, je bent toch 18, waarom lees je dat? Nou, ik lees het omdat ik het gewoon super leuk vind. Vroeger las ik ook de Fancy Beachbook erbij. Maar die, de Fancy bestaat niet meer. Dus helaas. Maar ja, deze is super leuk. Die gaat mee naar Spanje. En die was 4 euro. Daarna zijn we ook nog naar de Kruidvat geweest. Bij de Kruidvat heb ik tampons gekocht. Die waren 1,35. Geen OB dit keer, want geld is bijna op. Omdat ik op vakantie ga. En verder heb ik nog waddenschijfjes gekocht. Echt super handig dit. Er zitten er 35 in. En ik ga 10 dagen op vakantie. Dus ik gebruik ongeveer 1 à 2 watjes per dag. Om mijn make-up eraf te halen en zo. En dan ben ik er dus, heb ik er 20 nodig. Nou, zitten er 35 in, dus ik kan ook nog voor nagellak remover en niet meer gebruiken. Nou, super handig van de Kruidvat. Deze was 55 cent, dus dat is sowieso een aanrader, een goedkope aanrader voor als je ook op vakantie gaat. Ook zijn we bij de Ethos geweest. En de Ethos had een paar acties. Ten eerste kreeg je bij 15 euro, besteding voor 15 euro, kreeg je een gratis nagellakje. Die actie geldt volgens mij nog steeds. En er was een mascara van Maybelline. Even kijken, volgens mij van Maybelline. Even kijken. Nee, van Rimmel. En die was voor 5 euro in plaats van voor 16 euro of zo. Wat is deze? Is die van? Nee, Max Factor. Aqualash mascara. En die was dus 5 euro bij de kruid, bij de Ethos. En ja, dat vond ik wel handig, want ik had sowieso weer een waterproef nodig. En daar krijgen jullie nog wel een review over hoe die is en hoe die bevalt. Maar waarschijnlijk wel goed, want bijna alle mascara's die zijn wel goed. Ook heb ik weer een mini verpakking, maar dit keer wattenstaafjes gekocht van de Ethos. Deze waren 45 cent. Nou, dat is ook een aanrader bij de Ethos. Lekker makkelijke mini verpakking. Dan heb ik oogpotlood gekocht, waterproef. Niet zozeer voor de vakantie, want ik gebruik eigenlijk altijd waterproef. Ik gebruik deze echt al jaren. Ik vind dit echt een geweldig oogpotlood en hij is 7 euro. Van Rimmel, geloof ik. Klopt dat? Ja, van Rimmel London. Hij heeft hierachter ook nog een dingetje voor je make-up. Om dat uit te smeren of zo. Maar dat gebruik ik eigenlijk nooit. Maar ik vind het gewoon handig dat hij waterproof is. En dat hij niet de helft van de dag eraf is. Dan heb ik nog een roze, heel schattig roze Essie nagellakje gekocht. Nou, ik heb eigenlijk nog nooit een Essie nagellakje gehad. Maar ik vind ze er zo schattig uitzien altijd. En ja, ik ben ze eigenlijk nog nooit tegengekomen ook, maar die was bij de Ethos te koop. En sinds kort hebben ze daar Essie nagellakjes. En ik moest hem gewoon hebben. Die was 10 euro. Nou, superleuk. Nou, ik heb dus 22,43 euro in totaal uitgegeven. En dat is boven de 15 euro. Dus dan kreeg je een gratis nagellakje. Ik heb deze blauwe gekozen. Dus dat vond ik wel schattig. Er waren ook roze, die vond ik ook wel leuk. Maar ja, dan heb je net een roze Essie nagellakje gekocht en dan duurde er nog een van de Ethos bijna. Dus ik heb de blauwe gekozen. Daarnaast zijn we ook naar de Aldi geweest. Het is een goedkope winkel. Maar niet alles is zo slecht. Want ik kan er ook gewoon normale dingen halen. Eerst heb ik wattenschijfjes gehaald. Nou, deze heb ik dan gehaald voordat ik die kleine tegenkwam. Ik wil eigenlijk deze mee op vakantie nemen. Maar die kleine zijn veel handiger. Maar deze kan ik natuurlijk ook nog gebruiken. Die waren 1,29 euro. Daarnaast heb ik mijn favoriete crème spoeling, zoals jullie waarschijnlijk al weten, van Kirel gekocht. Ja, ik ben hier dus echt helemaal enthousiast over, maar we hebben dus een Aldi in Hoofddorp, dat wist ik niet eens. Maar nu weet ik dus dat ik hem ook zelf kan kopen, dat mijn moeder hem niet altijd voor me hoeft te kopen, maar dat hij gewoon hem zelf ook kan halen. Nou, jullie weten dat ik echt gek van deze crèmespoeling ben. En ik blijf hem nog heel lang kopen, maar nu weet ik in ieder geval waar dit te kopen is, dus dat is wel fijn. Ik zal even kijken hoe duur die is, dat is misschien ook wel handig om te weten. Hij is 1,30 euro. Nou, voor een crème spoeling die beter is dan John Frieda, die 9 euro is, vind ik echt dat het gewoon een geweldige prijs is. Gewoon voor. Maar dat is. En omdat ik daar zo enthousiast over was, dacht ik, waarom zal ik niet ook de shampoo erbij kopen? Dus de shampoo heb ik erbij gekocht. Die was iets duurder. Die was 1,70. Dus ik heb nooit zo heel veel met shampoos. Ik vind crème spoeling meestal altijd fijner. Shampoo hoeft alleen te zorgen dat mijn haar gewoon schoon wordt.
En dan vind ik het eigenlijk al goed. Maar ja, die heb ik dus ook gekocht. En tot slot zijn we naar de New Yorker geweest. En daar was dit schattige jurkje, of nou, schattige hemdje in de uitverkoop. Dat was 5 euro, maar omdat ik nou niet zo groot ben, is dit gewoon dus een jurkje voor mij. Of nou, een kort jurkje, maar over een bikini heen kan die gewoon prima. En ja, ik vind hem gewoon helemaal leuk. En hij was dus maar 5 euro. Want er was uitverkoop. Dus ja, als je deze ook wil, ren dan naar de New Yorker. Want hij is er voor 5 euro. En hoe chill is dat? En daarnaast heb ik nog een shirtje gekocht. Ik vond deze wel stoer. Met een adelaar en een Amerikaans vlag. Er staat Highway to Heaven op. Met adelaar dus. Ja, ik vind hem gewoon wel stoer. En ik vind hem leuk. En die was 15 euro. En ja, dat was eigenlijk wat ik gekocht had. Ja, ik heb ook nog ijsje gekocht. Maar dat is allemaal niet zo interessant. Maar ja, verder, ik wilde nog een agenda kopen. Daar was ik eigenlijk deels voor naar de stad te gaan. Maar je ziet wel dat je met meer terugkomt. Maar ik ga denk ik een agenda bestellen bij de HEMA. Want ik ben naar de HEMA geweest. Ik ben naar de Bruna geweest, waar ik normaal altijd superleuke agenda's tref. Maar ja, ik heb gewoon geen leuke agenda's gevonden. En dan moet ik er wel bij zeggen, ik wil nooit een agenda met een kaf. Want die gaat bij mij binnen een half jaar gewoon kapot. Dus ik wil altijd met een ringband. Omdat die, ja, die gaan gewoon veel langer mee. En die zijn gewoon ideaal voor mij. Maar ze zijn allemaal zo wit. Echt gewoon wit. En dan misschien wel soms met roze letters. Maar dat vind ik zo saai. En ik pimp ze altijd wel. Maar als een agenda gewoon helemaal wit is, dan... Ja, een agenda moet gewoon kleur van zichzelf hebben. Dus ik ga er een bestellen op via HEMA. En ja, daar kan ik misschien wel wat over schrijven op mijn site. Kijken of dat bevalt en wat de levertijd is. En noem maar op. Ja, dit was mijn shoplog van Hoofddorp. Maar dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Of avond, als je dit in de avond kan. Maar ja, doei! En tot het volgende filmpje of op mijn blog. Doei! Mijn broertje die liep me net al schrikken, want die zat onder mijn bed. En ik weet bijna zeker dat hij straks mijn kamer binnenkomt om me te laten schrikken. Dus be prepared. Nu dus. Hey, ik had een vraag. Ja? Oh nee, niks aan. Wat had je voor vraag? Nee, ik weet niet. Je weet dat je jezelf nu verschut zet op internet? Nou ja. Oké, en go! Ga nog maar verder, joh. Ga weg. Ga even, serieus, ga je eigen filmpjes maken en op je eigen blog zetten. Oké, okay, is goed. Ja? Allemaal naar iets... A million lifetimes. .blogspot. Ik zeg maar wat. It's only a lifetime. That's cool. Ja, weet ik, maar mijn eigen is iets. Pocket. Nou, in ieder geval, ik ben eerst naar de Bruna geweest. Naar de Bruna geweest. En mijn broertje die zit er lekker door te lachen, maar laat maar. Bij de Bruna. Nou, laat ik maar stoppen met vervelend doen, want dit is ook niet leuk voor kijken. Ik ga wel weg. Wat jaar is het? Hoi. Hey, krijg ik zo wel mijn stoel terug? Ja, je krijgt straks je stoel terug. Doei! Nou, is weg. Oké, okay, nou, ik ben eerst bij de... Is dat over 5 minuten of 10 minuten of iets in die trant? Over 10 minuutjes. Hm? Over 10 minuutjes. 10 minuutjes. Oh my god. Ik zit nu bij de deur te wachten tot ik ga kijk, praten. Kan ik me daar als het ware op instellen, like mijn stoel. Maar is helemaal oké. Nee. Oké, ik laat je. Hij is nu wel naar zijn eigen kamer.